42 damage. Oh mijn god, ik ga een Pokémon verliezen, vrees ik. Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon X Avatar Lock met Sander van Gaming SB. Ja. In de vorige aflevering heb ik de tweede gym verslagen. Sander die is daar nog mee bezig. Ik heb nog wel eventjes kunnen trainen zoals jullie zien. Alles is 25, behalve mijn Braxen, die was al hoger, die is 27. Heb jij een Braxen? Ik heb een Fennekin. Dat is niet waar. Nou, dat gewoon, staat toch echt op mijn beeld? Je bent gewoon een lastig persoon. Dat is wel waar. Dat hoor ik nou niet vaker. Dat hoor jij elke dag. Dit is route 10, oké. Okay. Ik heb deze game al zo lang niet meer gespeeld. Dat ik niet eens weet waar de gym leader is. Serieus? Rechts op de berg. Oh, ja. Ah, kijk. Jij denkt ik maak grapje? Nee, ik maak zeker geen grapje. Voor ons is het oprecht. Ik denk wel echt dik 3 weken geleden. Zoiets. Ah, oké, misschien dik 2 weken geleden. Ja, nee, ik denk dat je wel maar een uur zit. Lang dus. Ja. Ja. Oh, gisteren was een mooie dag, joh. Ik had eindelijk die shiny Celebi. Ik denk dat ik daar zo'n 10.000 encounters voor heb gehad. Wauw. Ja, die heeft fucking lang geduurd. En ik had er ook nog eens bijna overheen gereset, hè. Oh, dat is kut. Dat ja, is kut. Maar gelukkig was ik op tijd. Dat scheelt. Ja, dat was wel echt een vette shiny. Ik denk wel mijn zeldzaamste shiny die ik heb. Ja. Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Is in Gen 2 nog moeilijker om shinies te krijgen dan in Gen 4 en zo? Of? Nee. Het is nog steeds 1 op 8000, zeg maar. Ja. Celebi kan je echt alleen in deze game halen, zeg maar, die ik gebruikte, de Virtual Console versie van Crystal. De normale Crystal kan niet eens, dus het kan echt alleen in die Virtual Console versie van Crystal. Ja. Ja, oké, dan is dat een aardige challenge. Maar ja, je kunt hem wel ook naar home sturen dan. Ik heb hem al inmiddels zelfs al in Shield zitten. Dus Kijk. Maar is Celebi niet te doen met Ray? Oh nee, dat is een Mifikon natuurlijk. Ja. Dat werkt niet. Ah, stuur die kut Rock'n'Rolla. Wat heeft Rock'n'Rolla jou gedaan? Stuur die hebben. En niet doodgaan in de eerste turn. Big oef. Voor de rest hou ik wel van Rock'n'Rolla. Hoorde je de sarcasme zo goed? Ja, je hoorde het best goed. Ja, nee, oké. Ik deed nog speciaal met mijn hoofd een gebaar. Ik vecht tegen een Golbat die nou al 3 keer een aanval van mij gedodged heeft. Oef. Ik ben boos. Deed hij Sand Attack of zo dan? Nee, hij deed mij 2 keer flinchen en 1 keer miste ik gewoon. Ja, dat is ook niet handig. Missen. Nee, ik denk niet expres. Doen. Het scheelt dat ik als starter water heb gekozen. Want, dan ga je er echt zo handen doorheen. Zou je weten, hoezo hit dat mij? Ik ben toch daar. Is alleen Greninja dark? Ja, alleen Greninja is dark. Ik word echt de hele tijd alleen maar geflinched. Oké, nou, Zorok is in ieder geval dood. Anders was ik mogelijk dood geweest in de volgende turn. Als ik niet had geheeld. Dat was heel jammer geweest. Dus dat maakt ook verder niet uit, maar ja. Ik moet alleen eventjes zorgen dat ik niet te ver voor ga lopen. Ja, dat vind ik ook wel, Maar, ik wou iets vragen. Wat? Dat weet ik eigenlijk niet. Oh, nee, dat schiet erop. Echt, deze Golbat is zo fucking irritant. Ja. Ik zit nu heel hard te denken, wat wilde ik vragen? Wauw.
deze maan. Hoop, sorry Wave. Oké, low roll. Oh, en dat doet hij nu bite, ja hoor. Gaat risken. Hey, ik ben sneller, ik heb feest. Maar wat wou je nou vragen? Hoeveel deaths heb jij? Dat wou ik vragen. Nul steekje nog. Oh, wat? Twee. Hoeveel deaths? Ja, ook twee. Ja, twee. Ik dacht dat je badges zijn, maar allebei twee. Nou. Nou, dat scheelt dat het in ieder geval niet fout heb gezegd. Nee. Maar heb je vorige aflevering dan Pokémon verloren of zo? Nou, we hebben nu 9 afleveringen gehad. Ja. En volgens mij in aflevering 8 en 9 eentje. Of in 7 en 9 eentje. Ah. Oké. Ja, nee, dat is balen. Ja, dat is zeer. Staan we dan Kiet? Nee. Ik heb 3 devs zeker. Pikachu. Nee. Jij hebt ook 2 devs als het goed is. Oh? Oh, ik had verwacht dat ik meer zou hebben. Nee, volgens mij heb je ook 2 devs. Nou, dan staan we gelijk. Ah ja, nou, dat is... Ja. Dat wist ik niet. Had ik niet verwacht eigenlijk. Maar, ja, ik weet niet, hoe ver ben jij dan? Nou, ik heb de gym, had ik de vorige aflevering afgeslagen, zeg maar. Toen heb ik ook hier nog Pokémon's gevangen. Ja, ik wil gewoon niet veel verder, want dat... Het is geen race. Nee, en maar... En zelfs met een race, dan ook wil je eigenlijk dat het spannend blijft, dus dat je dicht bij elkaar zit. Ja, maar ja, weet je, moet ik dan de hele tijd niks gaan doen? Nee. Wat ja, het nadeel dan? Is, kijk, bij de vorige game, toen haalde ik op een gegeven moment ook wel weer in, omdat het wat sneller ging, omdat ik wist wat ik moest doen. Ja. Maar in deze game... Is inhalen voor mij nog best lastig, want ik heb echt geen idee wat ik hierna moet doen. Dus ja, nee, dat is minder. Maar, ben je inmiddels al bij de gymleader, of niet? Nee. Ik ben nog tegen zo'n mannetje aan het vechten. Ah. Ja, anders is het ook te makkelijk als ik je gewoon had ontweken. Ja, dat wel... Daar zit wat in. Te lastig bedoel ik. Volgens mij zei ik makkelijk. Nou ja, hoe heet het? In principe, als deze gast gewoon een Pokémon heeft, wordt het ook alweer te makkelijk. Dus. Ja, maar jij kan gewoon de gymleader sweepen zo meteen, hè? Met je water. Ik weet niet, er stond er iets van bij dat jij tegen een Pokémon moest, dat ik ook zoiets had van, oeh, als ik daar tegen moet. Dat, ja, je moet tegen Amora en Tyrant. Ja, die Amora, dat zal hem wel zijn. Ja, het is gewoon een wateraanval klaar. Nee, want ice resist water, toch? Ja, maar hij is ook rock. Maakt dat dan niet... Is dat dan niet nog steeds? Ja, dan is het... ja, dat is super effective. Nou, water wordt geresist. Dus dan is het neutral. Op zich. Als jij het zegt. Eindelijk overleef ik het wel, maar... Wauw. Ik zou ook weer niet alle Pokémon-kennis... Nee. Die ik heb... Op baseren, zeg maar. Maar... Oké. Ja. Oh, ik weet ook alweer waarom ik ook alweer getraind heb. Omdat die Pokémon's hier in het wild al gewoon level 19 zijn. Wat ze noemen hoog. Ja. Yeah. Ja. Hoeveel mannetjes heb je nou al verslagen in de gym? Ik ben nu met de gymleader aan het praten. Ah. En nu ook aan het vechten. Ik zie nu het hele mooie plaatje van Versus Grant. Oké, nice. Dan loop je niet zo heel veel achter. Oh, dit is die eerste evolutie zelfs, jong. Oh, dat komt al wel goed. Ja. Heeft... Nee, ik dacht dat Amora die tweede was. Nee. Of wil ik toch voor King Alert gaan? Sander, heb je de nieuwe map al gespeeld van Among Us? Ja. Ah, ik vind hem wel vet. Ja, hij is wel vet. Ik moest wel eventjes... ik vond hem
Ja, ik vind hem wel echt veel leuker dan, dan Polis of... in ieder geval niet die ene die wij altijd doen. Die vind ik nog steeds wel het leukst, denk ik. Alleen, ik vind hem wel leuker dan die twee die wij nooit speelden, zeg maar. Ja, ik weet wat je bedoelt. Die ene buiten en die ene... Ja, Polis en Mira HQ. Die vind ik allebei... Ja. Die vind ik allebei kut. Hey, weet je wat ik ben? Nog niet. Paralyzed, paralyzed, nee. I'm paralyzed. Ja. En dan gaan we allemaal dansen. Op zo'n truck. Op een bus, ja. 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 En dan staan we dik in de file. We zijn hartstikke te laat voor alles. Maar we gaan wel lekker mee dansen. Ja, sowieso. En die bus die staat ook echt gewoon dwars over de weg. Niemand kan er langs. En niemand boeit het ook. Nee, nee. Ja, dat is wel heel herkenbaar dit. Ja, ja, ja. Ja. Paradise, nee! Hoe moet dat nou? Heb ik nog een superpower? Oh, oké. Geen paniek, jongens. Kom op. Ik hoorde de paniek van de kijkers gewoon. Ik denk, what the fuck? Wat doe je nou paniekerig? Dat is helemaal niet nodig. Nou, jij was anders ook wel best wel paniekerig. Nee, dat was gewoon de paniek van de kijkers die je hoorde. Ja, dat was het. Dat kan ik niet geweest zijn. Vooruit. Ik moet tegen een Team Flare mannetje. Ik denk van oké, easy, Azumarill. Heeft hij een Electrike? Maar dat is geen vuur-Pokémon. Ja. Not amused? Ik zit heel hard te denken wat ik ga doen. Oh jee. Hit me. Nou, kijk, ik zit tegen zo'n Amora te vechten en ik ga nu switchen. Oké. Want... Oh, dat heeft veel. Oké, nee, dat werkt niet. Oh, ik had Magnitude 10. Rocket Dragon, nee, dat is echt 4 times effective. Ik moet met een Fennekin ingaan. Sorry. Exu is ook niet handig. Volgens mij is gewoon niks handig. At the moment. Ja, dan zou ik toch voor de... Charmander gaat, of Charmeleon gaat. Ja, Charmeleon inmiddels. Ja, als hij een rock aanval doet, dan ben ik wel fucked. Oh, hij mist een takedown. Wat een circle. Ja, nee, dat is voor mij wel fijn hoor. Holy damn, ik weet niet wat het precies is, maar zijn dingetjes die werden blauw in plaats van iets van roze-achtig iets. Toen hij doodging. Spannend, spannend. Ja, zo heel bijzonder was het nou ook weer niet, maar ik dacht, wat? Why? Ik was er niet op voorbereid. Ja, nu wil ik eigenlijk wel weer terug naar Squirtle gaan. Maar ik heb één probleem. En dat is dat die helft HP is en paralyzed. En ik heb geen paralyzed heal. Dus als ik dood ga, is het jouw schuld. Oh ja, tuurlijk. Ja, ik moet toch iemand de schuld geven. Ja, dat is waar. Ik bedoel, dat ik geen Paralyze Heals heb gekocht, dat ligt allemaal aan jou. Mm-hmm. Jij had eraan kunnen herinneren. mooi ben jij. Een bite zou ik overleven, dus ik denk, als het geen crit is... Flinch! Ja. Nee! Wat een... Nee, dit is zo kut. Nou, ik speelde dus net tegen een Golbat die maar 6 keer flinchte. Ja, nou dat is ook wel heel erg vervelend. Ik heb ook erg medelijden met je, maar... Ja, zo klinkt het ook. Ik heb ook wel medelijden met mezelf at the moment, als ik eerlijk ben. Ik moet straks naar XU gaan en een Dragon type doen. Als hij die heeft, dat weet ik dus niet. Straks heeft hij Dragon Rage en had alles makkelijk opgelost geweest. Nee, want mijn Tyrant heeft al 55 pp. Of HP. Nee, oh ja, ja. Ja, 2 Dragon Rage. Dan heeft zijn sowieso wel meer. Oké. Ik ga. Actually, het enige gevaarlijke is als jij een
Why doet fucking 42 damage? Oh mijn god, ik ga een Pokémon verliezen, vrees ik. Doe voorzichtig. I'm trying. When you try your best, but you don't succeed. Help me. Net als in het intro, help me. Ja. Milan weet niet waar dit op slaat, maar dat ga je wel zien. Oké. Okay. Ja, nee, dat was wel mooi. Nou, ik moet zeggen... Als je het intro mooi vindt. Ik moet zeggen dat ik ook soms wel echt kan genieten van die introotjes die ik maak voor deze aflevering, hoor. We did it! No Pokémon dead today, boys! Cool! Ja, nee, dat is wel fijn, oprecht. Ja, dat is zeker fijn. Ik ben trots op je. Ik had het op een gegeven moment de hoop niet heel hoog zitten. Okay. Net als mijn spraakkunsten. Ja, daar heb ik de hoop ook al voor opgegeven. Ja, nee. Het kan gebeuren. Je moet in ieder geval gewoon, gewoon naar het noorden lopen, zeg maar, straks. Route 10? Ja. Want daar liep ik net per ongeluk in. Ja, daar mag je nog een Pokémon vangen, denk ik. Welke? Oh, welke? Wacht, ja, dit gaat natuurlijk op types. Dat ben ik helemaal vergeten, het is natuurlijk niet de eerste Pokémon. Wacht, dat moet ik even opzoeken, ja? Daar heb ik toch alle tijd voor, nou. Ja, doe maar. Serbi... DM's in deze game zijn oneindig, toch? Okay, of is dat pas vanaf... Ja. Dit is Gen 6. Dit is Gen 6, ja. Kalos, en dan is volgens mij... Ik ben zo teleurgesteld in mezelf. Ik snap het wel. Oh mijn god. Misschien had ik even moeten kijken of daar... als ze toch online zijn. Kijken welke types jij hebt. Vuur, elektrisch, dark en dragon. Emolga kan je vangen. Ja, maar ik heb al Helioptile. Oh, dus dan is de Emolga niet goed genoeg. Nee, oké. Helioptile is wel beter. Houndour? Ja, die is ook wel beter. Maar Houndour? Houndour, poch. Eevee? Daar kan ik alleen een Jolteon en een Flareon van maken. Nou, dat is toch iets. Nee, ja, oh ja, maar ik heb die typings al. Op zich is dat chill, Sander. Als ik... verlies. Precies. Ja, er gaat vast iemand dood. Dus hou er rekening mee dat je de Pokémon's nodig hebt. Ja, dat is toch zo. Ja, dat is wel waarschijnlijk. Ach, maar je hebt de hoop in mij niet heel hoog zitten, hoor. Dat klopt. Dat klopt. Nee, in dat geval is Immortal ook wel gunstig, maar... Oh, ik mag hier dan ook al een Pokémon's vangen. De movesets van Eevee, Lucian zijn altijd zo traag, zeg maar, met echt step moves. Ja. Alhoewel, misschien in deze game beter. Maar in de original games... ik heb ook echt vet voor Pokémon. Heb ik Fletchende? Ik dacht dat die ook dood. Ik mag nog een Sigilyph vangen hier. En een Snubbull. Nice. Ik moet ook niet te lang hier in de box kijken wat ik allemaal heb. Ik heb in ieder geval genoeg Pokémon. Alleen wel weinig verschillende typings. Alhoewel, ik heb vuurtyping, maar... die electric type extra heb ik niet. Dat is wel jammer. Ja, dat had ik wel kunnen hebben als ik de Pikachu nog had. Had je niet, maar niet dood moeten laten gaan. Had jij maar moeten vertellen over die Furfoos, Nuzzle Killers. Hoe is de catch rate van iemand? Oh ja, dat weet je nooit. Nee. No offense. Nee, dat weet ik niet. Daar hou ik me nooit mee bezig. Ik gooi altijd gewoon Pokeballs en dan zie ik het wel. Net als dat ik deze Sigilyph ga proberen te vangen. Maar ik wil altijd een kans weten, want dan weet ik iets. Eigenlijk is het ook gewoon... Ik heb Sigilyph gevangen. Ja, ik gooi altijd gewoon een Pokémon en dan zit die meestal. Nou, ik vind het altijd fijn om te weten de percentage, dat ik weet hoeveel ik moet verzwakken. Of niet. Ja, als jij daar gelukkig van wordt. Als Imoga nou een vet hoge catchrate heeft, of vet laag eigenlijk, dan...
dan ga ik toch wat meer verzwakken dan als hij een lage catcher, een hoge catcher. Hou maar op met praten, Sander. Ik denk dat het beste is voor iedereen. Als het percentage laag is, dan verzwak ik hem graag veel. Hey, Snubbel. Ja, wat ik nog nodig? Ik heb een Imogen. Een Smurgel? Nee, Snubbel. Snubbel? Ah, Fairy type. Yes. Of is die ook nog normal? Nee, hey, alleen Fairy. Trouwens, ik had gelijk, deels. Waar had jij gelijk mee? Ardino. Oh ja. Mega Ardino is namelijk part Fairy type. Dus. Oh, nou. Gefeliciteerd. Wil jij nu een sticker? Nou, ik heb liever eigenlijk... Dat sticker wil ik ook al, maar ik wil ook al een naam voor een Imoga. Oh, nee, ik heb een vet goeie. Noem me Momo. Oh, dat was ook een goeie geweest. Maar ik vind... Weet je, als ik een Imoga vang, dan noem ik hem wel. Mag jij niet? Oh, jawel, dat mag wel. Hij is flying. Weet je hoe ik hem heb genoemd? Nee. Genoemd. Imoga. Waarom is niet zo snel? Nee, maar ik ben wel trots, maar niet heus. Is dit een trainer? Nou, ik weet het niet, maar... Oké. Wat is hier nog? Een Hawlucha. Oké. Cool. Die heb ik in mijn team. Thundershock, hoeveel doet dat? Oké. Roost, nee, Staller. Oh, dat is zo kut als Staller. Ik weet nog echt. Ik had de laatste video van. Master Mode gedaan. Ja. En dan zei ik, oh, Miltank, die is niet zo erg, zolang hij maar geen rollout had. En toen op een gegeven moment deed hij natuurlijk daytime milk drink. Ah, oh, en toen zei hij van... Toen zei ik zo van, waarom heb ik ook gezegd dat dit niet erg is? Dit is vreselijk. Ja. Dus maar, kijk, het stallen op zich, als je niet doodgaat, is dat op zich niet heel erg. Maar, ja, op een gegeven moment... Dan doet hij veel damage en op een gegeven moment heb je gewoon heel veel potions nodig. Mm-hmm. Die ik overigens nu ook niet meer heb. Kan ik jou trouwens zeggen dat jij fucking veel geluk hebt dat je zo snel een Imolka tegenkwam? Want die is 5%. Oh, wat? Oh, dat had ik niet verwacht. Ik denk dat de eerste die ik tegenkom, dat is vast hoog percentage. Nee, Golett is het makkelijkst tegen te komen. Tenminste in de gewone bosjes. Ja, maar ik was in van die tulpenbos. Ja, en daar is Imoga ook 5%. Oh, nou, dan weet ik het ook niet. Daar is Hawlucha trouwens ook 5%. En die kan je ook tegen. Is Hawlucha in dat gewone gras ook 5%? Nee, in het gewone gras niet. In het gewone gras is hij 20%. Oh, nee. Dan is mijn geluk niet heel hoog. Nou, wist ik dat ook al, hè, maar... En ga jij Houndour nog proberen te vangen, of heb je die al inmiddels? Nou, als ik die tegenkom wel. Ik weet niet of ik die heb, maar dat zal wel niet, denk ik. Ik zou niet weten waar ik die zou moeten hebben gevangen, dus. Nee, ik dacht dat je die, of je die nu al had gevangen, zeg maar. Oh, nee, inmiddels nog niet, nee. Karate Chop, dat is natuurlijk super effectief. Nee, een Eevee, maar die heb ik al gevangen volgens mij de vorige keer. Die is wel 5%, maar dat is niet de goede 5%, jongens. Wat is dit? Ah, Roost, dat is zo irritant, hè. Nee, ik zei dat het irritant was. Waarom doe je het dan opnieuw? Omdat je jezelf jinxt. Ah, ja. Moet je nooit doen. Nee. Oh, dit is een horde volgens mij. Ja, het hoorde aan Nosepass. Bijna een train ingelopen terwijl ik vet low health was. Oeh, je kan ook een horde Yamas tegenkomen. Nee! Weet je nog wat ik zo net zei over trainers? Nou, ik ben er nu in eentje gelopen toch.
Beetje jammer weer. Solo's is... daar heb ik echt niks tegen, denk ik. Hallo, dat is... Oh nee, dat is geen dark type. Ja. Wat? Ik heb niet verwacht dat het meer dan de helft zou doen. Je mag eventueel hier ook nog Janma vangen. Maar die is alleen in... hartstikke leuk. In hordes. Denk ik eventjes tussen in grote problemen opgeschept. Wel, nee. Een solosis. Nee, deze solosis gaat me killen. Maar solosis is fucking slecht. Eén dark aanval klaar. Ja, maar dan heb je een dark aanval nodig. Heb je geen enkele Pokémon met bite of zo? Nope. Oh, Tyrant wel, maar... Die is 8 HP, dus dat doe ik liever niet. Dat zeg ik, ik ben low health. Dat is het voornaamste. Alleen draakvrouw is veel health, volgens mij. En wie was dat? Dat is hier. Nee, Exu. Hier okay. Is Exu, allemaal hetzelfde. Heeft hij ook geen bite? Nee. Oh, die had gewoon assurance, bedenk me nu. Wauw. Dat duurde echt een dikke 10 seconden voordat ik door had van, oh wacht. Toen je dat zei, toen heeft hij ook geen bite. Toen was ik echt 10 seconden zo van, nee. Oh wacht, die heeft assurance. Waarom kom ik nou Imolga niet tegen? Oh, kom jij hem niet tegen? Nee. Nou, dat is... Een horde Janma vind ik, zou ik ook wel cool vinden. Oh, dit is een horde. Oh nee, dit is geen horde. Hij was gewoon heel traag. Ja, ik ben op het moment niet heel traag, hoop ik. Nee! Ik ben heus niet weer in een... Ah, nu is het niet zo erg, behalve dat ik geen healing zou hebben. Ik ben zo teleurgesteld in mezelf. Wij ook, Sander, wij ook. Nou, Skiploom is dood. Azuril, wat moet ik daar nou weer tegen doen dan? Helioptile. Oh, oké, dat was 19. Nee, oké, dan durf ik het wel aan. Nee, een Houndour. Waarom doet dat zo weinig? En dat was een crit, what the fuck? Is Thunder Shock heel slecht of zo? Want. Oh. Welk level is jouw Pokémon? Level 21. Oh, ik weet waarom. Want het was denk ik geen super effective, omdat hij normal is. Hij is nog geen water, volgens mij. Nee, Azumarill. Dat is Azumarill, de laatste. Oh ja, maar die is fucking bulky, hè? Nee, leuk. Wellbeam. Dry skin. Oh, dat hielp me. Dat is perfect. Dankjewel, Azumarill. Azumarill. Ja, zie je, je zei net ook Azumarill. Daarom dacht ik ja, ook dat van... Ja, dat zal wel. Nu ik het zei, dacht ik ook van, oh. Ik hou gewoon de namen door elkaar. Ik werd net weer bijna genaaid. Ik was bijna breaks in kwijt. Ik ga nog een Pokémon. Een Dunsparce, die is wel easy kill, dus... Yay, we did it, boys. Oh, Eevee. Oké, Eevee heeft wel een hoge catch rate. Denk ik. Eevee is lastig te vangen als het goed is. Ja. Ja, dan heeft hij... Nou, heeft hij een lage catch rate. Of hoog, weet ik het. Daarom, ik weet niet daarom, moet je gewoon, daarom moet je gewoon zeggen dat hij lastig te vangen is. Dan ja. Is het gewoon opgelost. Ja, dat is waar. Dat is waar. Net als Steel Pokémon's, die zijn ook altijd lastig te vangen. Ja, ja, cool. Rift, oké, dat doet niks. Hoe doet dat zoveel tegen mijn Exu, man? Oké, het was een crit, nevermind.
dit lukken? Weet niet. Hey Eevee, zou je alsjeblieft in een bal winnen blijven? Alsjeblieft. 2, 3. Deze Eevee is perfect. Deze luistert gewoon. Wat een held. Echt hoor. Dit had ik nooit verwacht. Hier ben ik super blij mee. Zullen wij de aflevering zo beëindigen? Want we zitten op een half uur. Ja, dat is goed. Ik ben daar eventueel klaar voor als je wilt. Ik noem hem naar mijn... naar mijn ditto. Uit Sword and Shield. Metamorph. Dat ja, vind ik wel cool. En beetje... Morph is van... ja, hoe heet dat? Van gedaante verwisselen of zo, toch? Ja, zoiets. Wat ik wou zeggen, was dat Metamorph is niet eens een nickname. Hè? Dat is gewoon omdat het een Franse ditto is. En ditto heet in Frankrijk Metamorph. Ja? Ja. You learn something new every day. Precies. In ieder geval, bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. En ik zie jullie heel graag de volgende keer weer. Ik heb nog maar één ding te zeggen. Dat is adios, amigos.